Ja, ik ben Greetje Tops. Niels Eikelboom. Ik ben Lisa van der Berg. Frank, mooi. Ja, dat is Margit. En ik ben Rico. Wij zijn van plan om komende september te vertrekken met onze twee kinderen. Mijn zoontje van die is dan 1,5 en een dochter van dan 3. Ik heb een, zeg maar, een geraamte van een spoons 3840 gekocht, ontwerp van Bombiger. En die heb ik de afgelopen 12 jaar afgebouwd. En wij hebben sinds dit jaar een Talon 33 genaamd Pepper. Het plan is om tot Australië te komen en daar de boot te verkopen. Ons plan is om in 2020 te vertrekken voor wereldomzeiling van 3 tot 5 jaar, minimaal 3 jaar. En eigenlijk onbepaald daarna, zolang het bevalt. Hè. Ja. Wij willen volgend jaar voor 2 jaar de wereld rond. En we hebben ook een harde deadline. We moeten terug zijn als de oudste leerplichtig wordt. Dus zodra die 5 jaar is, dan moeten we weer in Nederland terug zijn. We hebben altijd kleinere schepen gevaren, maar dit schip hebben we echt gekocht voor dit doel. Stevig, stoer schip. Het moet een stootje kunnen en genoeg bergruimte hebben. We moeten ons op zeven voelen, dat is het belangrijkste. Ja, want het was eigenlijk de bedoeling om een paar jaar geleden al te gaan natuurlijk. Dus nu wordt het wel een keer tijd. 10 jaar geleden al, hè? Ik had het vroeger, toen heb ik het helemaal uit mijn hoofd gezet. En toen begon het eigenlijk een tijdje geleden. 2 jaar geleden of zo? 2 jaar geleden begon het weer te knagen. En toen zei ik van, joh, dat moet dan nu, anders gebeurt het niet meer. We gingen met onze, volgens mij 22 voeten toen, gingen we richting Belgische kust. En eigenlijk daar hebben we toch al gesprekken gehad en besloten van dit willen we wel een keer gaan doen. Dat toen ik 12 was, heb ik gezegd van ik wil mijn eigen boot bouwen en de wereld rond. En toen ik Margit ontmoette, heb ik gezegd van denk erom, dat is wat ik wil. En als je dat niet ziet zitten, dan moeten wij niet samen verder. En dat is nu 13 jaar geleden. En het gaat volgend jaar gebeuren. Eindelijk.